Ja, die herhaling zit er denk ik in, want ik had ook een van die vragen gesteld, dat er ook niet echt een duidelijk antwoord komt. Maar goed, dat terzijde. Ik heb een andere vraag. Erkent mevrouw Hermans dat door het beleid van dit kabinet ruim 1 miljoen mensen op dit moment in armoede leeft? Mevrouw Hermans. Voorzitter, op dit moment hebben heel veel mensen problemen, betalingsproblemen als gevolg van die hoge energierekening. Als gevolg van de dure boodschappen en als gevolg van de hoge prijzen aan de benzinepomp. Ik zie ook dat dit kabinet een groot pakket voorstelt om juist daar wat aan te doen. En dat het met dat grote pakket lukt om volgend jaar... Maar er blijven nog steeds mensen in armoede leven, dus ik ben niet tevreden met dat het daarmee allemaal is opgelost. Maar dat we wel zien dat het lukt om het aantal mensen in armoede te verlagen en minder te maken. Nogmaals, zijn we dan tevreden? Is het dan opgelost? Absolute antwoord nee. Mevrouw Marijnissen. De economie draait werkelijk als een tierenlier. Grote bedrijven hebben de hoogste winsten in 23 jaar tijd. En de overheid krijgt op dit moment miljarden extra binnen. Hoe kan het dan dat zoveel Nederlanders in armoede moeten leven? Voorzitter, de overwinsten van bijvoorbeeld de grote oliebedrijven, daar hebben we nu de mijnbouwheffing, dat woord zocht ik, om die een bijdrage te laten leveren. Je zou dat de solidariteitsheffing kunnen noemen. We hebben meevallers, die hebben we gezien in de staatskas en bij de overheid binnenkomen. Die zijn worden ingezet door dit kabinet om maatregelen te nemen juist... om het aantal mensen dat in armoede leeft, om dat terug te brengen. Juist om mensen te helpen met die hoge prijzen, die hoge kosten waar ze mee te maken hebben. Dus ja, dat gebeurt. Tot slot mevrouw Marijnissen. Ja, gebeurt dus niet, voorzitter. En dat is het allergrootste probleem. Kijk, we zijn al een aantal uren bezig en het gaat vandaag veel over nota's en scenario's en besluitvorming. Maar voor mensen die elke maand tekortkomen... zijn de zorgen gewoon gigantisch groot. En ik vrees gewoon dat dit debat die zorgen ook niet weg gaat nemen. En afgelopen zomer is er een onderzoek verschenen waaruit wederom bleek dat het beleid... daarom was mijn eerste vraag ook of mevrouw Hermans erkent dat het door dit beleid van het kabinet komt... dat door het fiscale beleid in Nederland de verschillen vergroot worden... let wel, vergroot worden in plaats van verkleind. Dus het wordt erger gemaakt in plaats van minder erg. Dat moet u toch het schaamrood op de kaak geven dan? Voorzitter, die cijfers, dat onderzoek dat er meer mensen in armoede leven, ook meer kinderen in armoede leven, heb ik ook gezien. En heeft bij ons, bij de VVD-fractie, ook hebben wij ook gezegd, ja, weet je, in dit land, in dit fatsoenlijk en beschaafde land, gaan we er wat aan doen. Gaan we zorgen dat we mensen helpen. Gelukkig kunnen we ook dit jaar nog wat doen, maar in elk geval ook volgend jaar. En daar wordt echt een flink pakket voor uitgetrokken. En ja, daar betalen ook bedrijven met overwinsten aan mee. En ja... daar betaalt ook de overheid vanuit meevallers aan mee. Is dat voor u niet voldoende? Ja, dat is duidelijk. Maar dit zijn de keuzes waar ik voor sta en die ik ook verdedig. Tot slot de heer Wilding. Ja, afrondend? Ja, afrondend zeker. Ik vind dat het voor mevrouw Hermans ook niet voldoende zou mogen moeten zijn. Als het zo goed gaat met de economie, als er zoveel winst wordt gemaakt... als er miljarden extra binnenkomen, dan zou het voor niemand hier... vind ik, is mijn mening, acceptabel moeten zijn dat er in Nederland mensen in armoede leven. En dat mevrouw Hermans dan zegt, ja nou we zijn best wel lekker bezig en het wordt minder. Ik vind het werkelijk waar stuitend en tekenend voor de houding van de VVD.